Daar zijn we weer. Ik ben in de trein met mijn vader. Kijk. Hallo vloggers, we zijn er weer. Is het een beetje gelukt met het filmen? Editen ook al een beetje gelukt? Vandaag gaan we het hebben over sharen. Share the love. Deel de liefde. Oftewel, share je vlog. Oké, druk nu op upload. Nee, wacht. Voordat je je vlogs met anderen gaat delen, is het handig om eerst een paar stappen af te gaan. Rechten. YouTube en social media kanalen snuffelen je vlog af om te kijken en te luisteren of je video's, foto's, muziekstukjes of je stem wel van jou zijn. En zo niet, heb je toestemming van de makers nodig. Hierbij geef ik toestemming om mijn eigen stem te gebruiken. Even zonder grap. Als je toch foto's, video's, muziekstukjes gebruikt van andere makers en geen toestemming daarvoor hebt gekregen, YouTube of Facebook of andere social media kanalen halen het zomaar weg, zonder te vragen. Zomaar weg. En dat wil je niet. Meer redenen om zelf je foto's, video's en muziekstukjes te maken. Zo zijn er heel veel punten waar je echt op moet letten voordat je je video's of foto's of muziekstukjes op social media kanalen gaat plaatsen. En op zich snap ik het wel hoor. Zij willen niet dat je scheldwoorden gaat gebruiken, naakte video's of foto's laat zien en dat je anderen niet gaat kwetsen met jouw foto's of met je video's of met woorden enzovoorts. Laat je ouders eerst altijd je vlogs goedkeuren voordat je het uploadt. Dan hoef je niet de hele tijd te gaan verbeteren. Misschien hebben ze wel vette tips voor je. Als je toch video's, foto's, muziekstukjes van andere makers wilt gebruiken, ga dan op zoek naar rechtenvrij materiaal. De makers hebben hiervoor al toestemming gegeven, dus mag je ze gebruiken. Soms moet je wel de makers ergens vermelden. YouTube heeft ook een gratis, vette, rechtenvrij muziek en geluidseffectenbibliotheek in YouTube Studio. Zo heb je ook andere websites waar je videofragmenten gratis mag gebruiken. Uploaden! Wacht! Verzin eerst een korte titel voor je vlog met een korte omschrijving van wat je gaat laten zien. Dan weten de volgers wat ze een beetje kunnen verwachten. Inloggen. Uploaden. Druk op uploaden. Zet je titel. Inhoud. Upload een thumbnail. Oftewel een minifoto of een poster van je video. Of wacht tot YouTube jou hierbij helpt. Voor welke leeftijdsgroep is het geschikt? Druk dan op Public, want dan ziet iedereen hem. De hele wereld! Even wachten tot YouTube klaar is met haar werk. Lekker hè, vlogbaas? Jij bent officieel YouTube. Moet je wel blijven vloggen natuurlijk hè? Meer tips over YouTube en social media in mijn volgende vlog. Oh ja, aan het einde altijd dit zeggen. Like mijn pagina, druk op de like pagina, like onze pagina, abonneer op onze pagina, abonneer op ons YouTube kanaal, abonneer op social media, abonneer, like, abonneer, like, abonneer. Dus je weet wat je moet doen. Zijn er nog vragen? Jullie zijn de beste vloggers. Later! Tot de volgende keer!